Uit het lijstje van klassiekers mag een Bloody Mary natuurlijk niet ontbreken. Er zijn heel veel verschillende manieren om een Bloody Mary te maken. Ik ga jullie nu het recept uitleggen zoals het ooit gemaakt is begin jaren 30 in Parijs. Bij een Bloody Mary begin ik altijd met de Worcestershire sauce. Ik gebruik eigenlijk heel veel hiervan, tot tegenstelling van andere bartenders. Het geeft de drank juist heel veel smaak en heel veel nasmaak. Tabasco ben ik iets voorzichtiger. Ik wil het niet te spicy maken. Dat kun je altijd later nog doen, of dat kan de gast zelf doen. Een klein beetje zout toevoegen, een beetje peper. Verse citroensap, 25 milliliter. Daarnaast natuurlijk tomatensap. De reden dat ik het in een mixglas doe is heel simpel. Een Bloody Mary wil je niet shaken. Die wil je mixen en uitschenken over ijs. Als je tomatensap gaat shaken, dan gaat het er heel vies en troebelig uitzien. Nu de wodka erbij. Je kan bijvoorbeeld ook gin gebruiken. Dan heet het geen Bloody Mary, maar een Red Snapper. Je kan er tequila aan toevoegen. Dan heet het geen Bloody Mary, maar een Bloody Maria. En zo kun je dus heel veel verschillende varianten maken. Even goed roeren. Beetje ijs toevoegen. Perfect. Nu voor de garnering. Ik gebruik het liefst een klein beetje peper. Dus ook voor de geur. En ik garneer eigenlijk heel klassiek met wat bleekselderij. Ik zou zeggen, cheers.